16 5 helaas. Maar deze dag, deze afsluitende dag, wordt gekeurd door de allrounder en zeer bekende deelmeester uit Great Britain, uit Engeland, Richard Andrew Lewis. En we starten met de wereldkoning van Rasgroep 1. De Massimo Napolitano van Rasgroep 2. Van Rasgroep 2. We winnen van Rasgroep Ruben Terriers de Lakeland Terrier. We winnen van Rasgroep Ruben de Dachshonden Den Twerg. De winnaar van Rasgroep 6, de Dalmatische Hond. De winnaar van Rasgroep 7, de Ierse Sitter. De winnaar van Rasgroep 8, de Amerikaanse Korpsmanier, de Mermin Korpsmanier. En de laatste was voor 10, de winnaar daarvan is de Robert.
zelf ben gaan kijken. Ben overal ben gaan Nederland ook wel wonen. En dan plaatsen ze van 8 tot en met 4 en dan geven we het voor de voorzitter. Dus van 8 tot en met 4 en dan wacht 2 uur. Zullen we even allemaal niet even heen en weer even de achtergang werken en de voorgang werken bekijken. Dat denk ik ook wel. Dit is door wel zijn eigen feest wat hij doet, maar dit was wel een beetje door het kijken van, hé, ik vind dat nodig, ik vind dat nodig. Maar ik kan wel zeggen, we zijn gewoon achter dat moment. Op de achtste plaats, niet de laatste plaats, maar de achtste. Ze hebben 2000 wonen, de Kamaten zone nummer 851, de Dalmatian nummer 851. De zevende plaats, second place. De Massimo Napolitano, de zevende plaats, Massimo nummer 1615. Op de zesde plaats de tweede plaats van Rura, nummer 169. Op de vijfde plaats vinden wij de Leyland Terrier, nummer Leyland Terrier, 1417. En op de fourth plaats de American Cocker, de Amerikaanse Cocker Spaniel. We wachten met kunnen we iemand bij de pijn komen staan? Even aansluiten en dan dit doen. Deze weekend. Thank you.
zien, laten zien het gaan worden. Prachtige kamer van deze twee schitterende honden. En we gaan naar de tweede plaats, de runner-up, de Whippet. En de eerste plaats, de Ierse setter. Dat is nummer 492, Fortnite 2.